Yo kijkers van Mars, welkom bij een aankondigingsvideo. Zoals jullie horen ben ik een beetje verkouden geraakt op vakantie. En dat is best wel vervelend, want we waren op weg naar een heel mooi gebied in Amerika. We zijn de westkust van Amerika zijn we rondgereden met een camper. Nou, dat komt allemaal later wel. Die verhalen die krijgen jullie te zien in een video en meerdere video's heb ik daar opgenomen. Maar we zijn ook naar verschillende natuurgebieden geweest, zoals de Grand Canyon, Sequoia and Kings National Park, Yosemite National Park. En er was er nog eentje. Weet ik zeker. Oh ja, Joshua Tree National Park. Daar heb ik een heleboel inspiratie in opgedaan. Want we liepen daar rond en ik zat weer terug in de camper. Ik dacht van, dit is heel tof om hier iets mee te doen. Dus ik heb bedacht, ik ga hier een microserie over maken. Over de Grand Canyon. Ik weet niet of jullie een beetje dagelijks AD gevolgd hebben een poosje geleden. Die hadden een Minecraft Rust serie. Dus een overlevingsserie. Word je dus als groep word je in een grote wereld gedumpt. En dan moet je dus overleven. En uiteindelijk wordt iedereen naar midden geroepen om daar dan de boel te beëindigen als het ware. Dit kunnen ze zelf trouwens ook voor kiezen om dit al sneller te doen. En als je elkaar tegenkomt kun je elkaar dus vermijden. Nou, zoiets wil ik dus ook gaan doen. Je zit onder in de Grand Canyon en je hebt een paar flesjes water, omdat het leuk is. Want ja, zeg nou jezelf, water voegt eigenlijk niks toe in Minecraft. Je hebt een stack aan hout. Gewoon echt daadwerkelijk de bomen. En je hebt touw. Nou, ook dat touw is weer een beetje omdat het leuk is. Omdat, ja, kijk, zie je, touw voegt eigenlijk ook niet heel veel toe. Maar daarmee moet je dus overleven. En je zit in een groep van 5 personen, 5 spelers. En je moet terugkomen naar boven. En ik weet niet of er mensen ooit bij de Grand Canyon geweest zijn. Maar ik zal even wat foto's in beeld brengen of een stukje video ook daarop opgenomen. De Grand Canyon is ontiegelijk groot. Je zit dus heel erg diep. En dat betekent dat we ook gebruik gaan maken van de hoogst mogelijke bouwdingen die we kunnen gebruiken. Dus we gaan zo hoog mogelijk bouwen als dat mogelijk is. We gaan gewoon een hele grote map maken. Dat kan ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dus het idee hierachter eigenlijk is, achter deze video, is dat ik jullie hulp nodig heb. Ik heb jullie hulp nodig. Kan jij goed bouwen of ken jij iemand die goed kan bouwen? Laat het dan even weten. En dit kan door van alles en nog wat. Je kan gewoon zeggen van, kijk Marcel, ik kan goed bouwen en hier en dit heb ik gebouwd. En ik wil graag, zou ik voor jullie, als het kan, als het mogelijk is, zou ik een timelapse willen hebben van iets wat jullie heel graag gebouwd hebben. En natuurlijk kan het al zijn van een beetje terug, zeg maar, een poosje geleden wat je gebouwd hebt in Minecraft. Maar het kan ook nog eventjes duren. Want ik moet zelf ook nog heel veel dingen voorbereiden. Ik moet allemaal servers zo klaar krijgen om dat soort dingen allemaal te doen. En dat kost voor mij ontzettend veel tijd ook. Dus ik hoop dat jullie ook een beetje tijd vrij willen maken om te kunnen laten zien van, dit kan ik bouwen, Marcel, en ik wil je heel graag helpen met het bouwen van de Grand Canyon. Want, wat zit er nog meer aan vast? Als jij meegeholpen hebt met bouwen, ben jij onderdeel van het eerste team wat mee mag spelen in die serie. En dat is heel erg tof. Dus we gaan uiteindelijk, de serie draait op een server. Een SSD server van 1 gigabyte. Dus mocht je tips hebben voor plugins of zo die nodig zijn om dit goed te kunnen laten verlopen, mag je het laten weten in de comments hier beneden. Maar we draaien ook een TeamSpeak server. Dat betekent dus dat je, wanneer we gaan bouwen, hebben we dus gewoon één room als het ware. Waar we dan met z'n allen in zitten. Zodat we gewoon continu contact met elkaar kunnen hebben over het bouwen. En ik wil dus niet dat er enkele personen zelf aan het project bezig gaan. Dus we moeten goed communiceren tijdens het bouwen. Wat gaat er gebeuren en van alles en nog wat. Maar tijdens het spelen wordt diezelfde server gebruikt. Die server wordt namelijk gebruikt in verschillende kanalen. Want je zit per groep. Je kan elkaar natuurlijk tegenkomen tijdens het spelen. Dus dan heb je ook het recht om elkaar te vermoorden. Dat zou mogen. Maar je kan ook teamen. Want het doel is uiteindelijk om als eerste boven te komen. Dus je kan ook met de hele groep samen boven komen. Dus dat is ook heel erg strategisch. Zou dat kunnen zijn. Dus er zijn zoveel mogelijkheden. Onderweg kom je heel veel andere dingen tegen die natuurlijk in het echt niet in de Grand Canyon zitten. Ik bedoel, je komt daar niet zomaar varkens of zo tegen. Die komen wij dus wel tegen.
Je hebt dus nog weer een plek waar, waar water is. Dus benodigd, je kan daar stukken gaan farmen. Want je krijgt ook ergens, is ook wat dirt te vinden. Dus wie weet, als je dirt vindt, kun je dus uiteindelijk gaan farmen. En nou ja, van alles en nog wat. We gaan dus van allerlei dingen gaan we gewoon verstoppen. En we gaan dus zorgen dat, dat je kan overleven. Dat je genoeg eten hebt, uiteindelijk, als je het goed speelt. Let dus wel op, met hoe meer mensen je bent, hoe minder eten er beschikbaar is. Want als je dus met 3 teams bent, er is hetzelfde aantal eten beschikbaar. Maakt niet uit of je met 1, 2 of 3 teams speelt. Het eten is altijd evenveel aanwezig in de wereld. Dus het wordt niet eerlijk verdeeld. Dus dat is even een dingetje waar je ook op moet letten bij het spelen. Dus daar kun je elkaar kun je dus voor kiezen om teamleden zelfs te gaan vermoorden. En dat is wel heel erg, als dat nodig is. Natuurlijk worden er ook traps ingezet, dus je kan ook aangevallen worden door andere dingen, zoals monsters of zo die heel erg overpowered zijn enzovoort. Ik moet dat allemaal nog uitzoeken in het werk, want daar weet ik echt helemaal niks vanaf nog. Maar dat zijn dus allemaal dingen die ik wel wil gaan doen. Maar dat kan ik echt niet in mijn eentje, dus ik heb jullie hulp nodig bij het bouwen, maar ook bij het in elkaar zetten van een server. Dus, kan jij goed bouwen? Laat het dan alsjeblieft zien door middel van een wereld of zo. Want ik kan met plugins kan ik wel zien of jij dat zelf allemaal gebouwd hebt. Dus als jij iets gebouwd hebt, stuur die wereld dan naar mij toe. En dat kan via onderstaand e-mailadres, staat ook in de beschrijving. Dat is marcelsaijt@gmail.com. Stuur hem daar naartoe, dan krijg ik hem binnen en wie weet zit jij binnenkort in mijn bouwteam. Zit jij vervolgens, of heb jij iets van Marcel, deze plugin zou je kunnen gebruiken? Laat het dan via datzelfde e-mailadres weten. Ik heb er ontzettend veel zin in om dit tot een goed einde te gaan brengen. Ik heb er heel veel zin in om dit te doen. Één ding. Niks is scripted. Want ik merkte bij Expeditie Eiland van Vakernov, het is wel heel erg toevallig dat Lars erin blijft zitten. Toch? Vind je dat niet? Ik had daar wel heel af en toe het idee alsof er gewoon dingen heel erg gescript waren. Ik weet niet of dat zo is hoor, maar het zag er wel heel erg scripted uit allemaal. Dus ik wil dat niet hebben bij mijn serie. Het wordt allemaal gewoon puur overleven en je gaat gewoon naar boven toe. Wie weet is het een ontzettend grote flop. Dat zou dan heel erg jammer zijn. Maar wie weet is het ook wel ontzettend spannend. Dus ik heb er heel veel zin in, jongens. Ik hoop dat jullie mij helpen met het maken van deze serie. Ik heb er ontzettend veel zin in. Dus ja, nogmaals, laat het dus weten. Kun je goed bouwen? Of heb jij een idee voor een plugin? Mailadres staat in de beschrijving en in beeld. Dus help mij daar alsjeblieft bij. Dan bedank ik jullie voor het kijken. En binnenkort komen dus vakantievideo's aan. En nog een heleboel andere toffe video's. Tot later.